Dit is van Nadim. Vandaag heel veel goed. Daar lopen allemaal kinderen met twijfels aan. Oh, dat ook. Met twijfels aan, we staan hier op de hoogte spelen. En daar is het hotel. Het hotel. Van de Valk. Ja. En daar is de Glamco Arena. Yep. En wij gaan vandaag voor jullie de match doen. Wij gaan voor jullie vandaag de match doen. En we gaan naar de Sint-Eerstes van Blanc. Want we gaan vandaag de Sint-Eerstes zien. We hebben hier dan ons like, want we gaan voor 5 likes. Ja, 5 likes. Want het wordt niet vaak gekeken bij ons. Ja, en een vraagje. Wie wil je het zien? Op 3, 2, 1, pas! Ja. Ga die echt helpen? Ja, nee, dus. We gaan nu nog even wandelen, nog 10 minuutjes. Ja, zoiets. We gaan hier de bocht doen. Dan gaan we ons bij de fanshop gaan ons aan. Er komen een paar shots. Ja, hier komen een paar shots. Dit zijn ze onder leiding van onze coach Henk. In het doel met de 1, de bal. 4, Camille. 7, Hilson. Onze captain, nummer 8, Fadis. Nummer 11, Hugo. 13, Julian. 14, Alessio. 18, Mathis. Nummer 20, Gift. 23, Jordan. En nummer 24, Sven. Buffalo! En dan beste supporters, laatste punt nog eens. Tradities zijn er al in ere te houden. Op het einde van het seizoen wordt de Jean-Claude de Bouffier-trofee uitgereikt. In samenwerking met onze partner Paul Waze. Die gaat naar de meest verdienstelijke speler van het afgelopen seizoen. Stemmen kom via de website. En het is een nek-aan-nek race geworden. Vandaar dat we voor gekozen hebben om dit seizoen niet 1 trofee, maar 3 trofeeën uit te reiken aan de top 3. Op 3 geëindigd in de Jean-Claude de Bouffier-trofee. Uw applaus voor Gift Orban! Ja, maar dat gaat het vaak. Dus we nog 2 bekers uit. En dan ook graag een minstens even hard applaus voor onze nummer 2 dit seizoen. Rots in de branding. Sven Kunt!
Onze Franse muur. Met dit seizoen 16 clean sheets. Super sympathieke Bonnardi. Onze twee jonge keepers die het geweldig deden met jonge avond. Celestine de Schreven en Louis Fontaine. De Poolse krijgen, de man die we snel in ons hart gesloten hebben. De man die we heel graag zien blijven. En die dat zelf ook heel graag wil, Kamil Piatkowski. En ook dit seizoen nu altijd klaar om de ploeg weer te nood te hebben. Een betrouwbare schakel achterin, Bruno Mantelo. Hij debuteerde dit jaar tegen Sint-Gebrugge. En ook vandaag weer spelen in menige akkoorden op Bramlage. De man met 700 op het hoofd onder het voetbalstand in Hamburger, kind van huis, van de Gatwaze, Mathis Samuelsen! Ik geef jou een bal en ik geef jou een kruispas, de nummer 6 van de Rivaals, onze Julien de Saal. Een coole kikker en een sympathieke doel. Zijn assisten tegen Sint-Gebrugge deed ons overleven in de beker. Jens Peter Hauke. Dribbelend daar en schieten. Danish Dynamite op zijn best. Andrew Hulsinger. En die hond die altijd meestal verleden. Beste supporters, geef een applaus aan onze vice-kapitein. Meer dan 600 profmatchen en die kan ik op de krijgen. De man van de finesse met Petter gaat goed. Sven Kuts! Valgend en volgend. 10 op 10 voor techniek. De voorbije seizoen onze aanvoer. Laat je weer komen van Vanessa Tjitje.
man van Degenhals in 3 minuten en 24 seconden. De man die hard de schrik uit zijn schaduw. Het fenomeen van de Antwerpen, Jip Strootman. Lijken aan wanneer we gaan voor 5 likes. Doei!